wijn is iets wat bij mensen de fantasie prikkelt. Maar hier in Nederland is dat altijd wat spannender, omdat het weer niet zo geweldig is. In de jaren 90 en begin deze eeuw hebben ze druivenrassen ontwikkeld die ook wat noordelijker kunnen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Maar we hebben ook nog een tweede doelstelling, namelijk dat we ook geen bestrijdingsmiddelen willen gebruiken. Omdat we daarmee, denk ik, ook een bijdrage leveren aan deze wereld. En dat is het experimentele van het verhaal, want het gaat niet zomaar vanzelf, kan ik je vertellen. Ik ben Peter Klooster, ik ben voorzitter van de stichting Wijnbouw Lelystad, betrokken gewoon bij de Wilde Wijngaard. 2021 is toch een tegenvaller. Veel regen, veel wind en toch eigenlijk te weinig zon. En dat hebben druiven toch uiteindelijk nodig om tot mooie wasdom te komen. Het gevolg kan zijn dat de oogst maar een hele beperkte zal zijn. Waarom we dan toch ermee aan de gang gaan, is dat heeft vooral te maken met het feit dat je graag naar schone wijnbouw toe wil. Je ziet wat er voor ellende ontstaat door al het spuiten, door al het vervuilen van de grond. Dat willen we voorkomen. En clubjes zoals de onze, die zijn ervoor om dat ook bij experiment te doen. Zodat professionele telers, die ook ervan moeten leven, daarvan kunnen leren. Hoe kun je ervoor zorgen dat die plant meer weerstand kan bieden op het moment dat zo'n schimmel zich voordoet? En dat proberen we te stimuleren met bijvoorbeeld trichoderma, met compostheeën. Om ervoor te zorgen dat die plant wat sterker wordt en ook weerstand kan bieden als zo'n schimmel zich voordoet. Iedere wijnliefhebber die heeft het altijd over terroir en over zussteen en zoosteen en vuursteen en leisteen en kalkbodems, et cetera. Wij hebben hier in de Flevobodem alles. Als je je realiseert dat de Flevolandse bodem feitelijk bestaat uit Rijnsediment, dan hebben we alle Duitse wijngesteenten hier in de bodem zitten. En met de klimaatverschuiving betekent het dat ook de zomers warmer worden. En dat dus de Flevoland zo langzamerhand eigenlijk een heel aantrekkelijke provincie is om aan wijnbouw te doen. En het kost wel moeite en het gaat ook niet elk jaar goed, maar zo zit de natuur in elkaar. Het voelt echt geweldig als je zeg maar, de eerste wijn proeft. Het maken van de wijn en de ontwikkeling die je in een wijn ziet, dat is ook prachtig om te zien en ook heerlijk om te proeven.